En in het bad lag Robins moeder. Maar zonder schuim. Of in ieder geval weinig, ik weet het niet. Yo! Yo, daar zijn we dan. We lang beloofd te hebben. We hebben een video weer met z'n drieën, zoals vanouds. Yes. Yo. Maar nu dan op mijn kanaal. Zo vertrouwd weer, jongens. Ja, het is wel leuk. Het is een vervolg van een andere video. Die staat op hun kanaal. Bart en Robin Banner. Ga het ook kijken. Staat hier, hier in de beschrijving. Overal kan je het vinden. Deel 1. Want we hebben iets leuks bedacht. We hebben een leuk spelletje. Met allemaal vragen. We hebben het niet eens zelf bedacht. We hebben het bij Kelvin gezien. Ja, thanks Kelvin. Yep. Beter goed gestolen dan slecht bedacht, hè? Ja, dat is altijd. Daarom. Het gaat erom om te kijken, we zijn al super lang vrienden natuurlijk, we hebben bij elkaar in de band gezeten, om te kijken of we elkaar wel super goed kennen. We hebben dingen opgeschreven en dan moeten we wijzen wie van de drie die dus heeft opgeschreven. Zoals Thomas zei, deel 1 hebben we net op ons kanaal opgenomen. Dit is de puntentelling hoe het nu ervoor staat. En we gaan kijken wie er vandaag gaat winnen in deze video. Dus mijn kanaal nog eerst. Hé, hey, zo lief. Nou, ik heb een van jullie moeders wel eens naakt gezien. 3, 2, 1. Oh, dit is zo grappig, jongens. Ik was een keer bij Robins ouders thuis, vroeger. En daar hingen allemaal foto's van aan de muur. Dus ik zit gewoon te kijken van, prima. Oké, okay, nou, komt in één keer je moeder binnen. Nee. Hey Bart, we zijn met z'n tweetjes. Was er ineens een foto in een bad, van een bad. En iemand lag in dat bad. Maar zonder schuim. Of in ieder geval weinig, ik weet het niet. Dus, en in het bad lag Robins moeder. Ja, dus ik zou in deze. Ik had in eerste instantie niks van gezegd. Omdat ik dacht van ja, dat is een beetje raar om te zeggen, want zijn vader zat er ook naast. En toen later zei ik het een keer in een vriendengroep. En toen had volgens mij iemand anders had het ook al een keer gezien. Die had er ook niks over gezegd. Zit gewoon in zo'n collage, zit er één foto van mijn moeder tussen in bad zonder schuim. Dit is trouwens die foto. Dat is niet mijn moeder. Jawel! Okay. Okay. Dan gaan we naar de volgende. Yeah. Ja. Nou, even in het midden of het echt je moeder is. Maar niet. We hebben punten. Ja, dat is wel chill. Ik heb het hoogste IQ. Ja, dat is ook weer zo'n lullige vraag voor Robin. Je ziet nu al waarom we uit elkaar zijn, hè jongens. 3, 2, 1. Zeg je nou jezelf? Nee, ik zit nog te denken. Ik denk dat wij het moeten zijn. En... Wij hebben ook geteld. Nee. Wij hebben onze school afgemaakt. Wij hebben een diploma. Ja. Dat is waar. Ik heb het niet nodig. Ja, ik wou mezelf niet zeggen. Ik denk het wel. Maar... Oké, okay, ja. Nee, jij bent best wel een... Zo iemand die ook echt de IQ-test maakt, zeg maar, als die op tv is dat je hem echt gaat doen. Vroeger wel. Ik heb dan nog nooit gedaan zo'n test. Vroeger deed ik ook altijd mee aan het Nederlands dicté. Ja, zie je, dat doe ik ook niet. Ik heb wel de IQ... Ik ben gewoon een nerd. De IQ-test, IQ-test heb ik wel gedaan. Vond ik wel lachen vroeger. Ja. Hoeveel? 33. Dat is best hoog. Weet je niet wie de hoogste IQ heeft? Allemaal een punt. Ja! Allemaal 2 punten. Ja! Oké. Okay. Ben ik? Ja. Ja! Ik ben serieus gewond geraakt na te veel te hebben gedronken. Oeh. Ik? Ja, waar ik aan moest denken was ook weer Thailand. Jij hebt een keertje, jij was daar het meest gewond. Jij liep in... In gips en zo, omdat je... Ja, dat was eigenlijk een scooterongeluk. Ik probeerde wheelie op die scooter en ik ging op mijn bek. Ik weet niet meer of je dronken was of niet. Nee, maar in ieder geval, daar moest ik aan denken. Want ik weet niet wanneer jij iets gebroken of echt gewond was. Ik heb een keer, ben ik de bosjes ingesprongen. Omdat ik dacht van, hé, die bosjes zien er leuk uit. Dat ziet er zacht uit. Ja. Maar waar ik sprong waren geen bosjes meer. Maar we waren wel wat boomstronken, dus toen ben ik opgeland met mijn rug. En toen kreeg ik een hele hoge grote blauwe plek en een bult op mijn rug. En het drukte tegen mijn rugzenuw aan. Dus ik kon voor een paar dagen niet lopen. We hebben echt naar huis moeten dragen. Ja, ja, ik kon echt niks. En dat was gelukkig niet ernstig, want het was gewoon een blauwe plek die hier terug moest. Maar ik heb er wel geluk mee gehad eigenlijk. Ja, ik wist het niet. Want ik heb geen punt. Robin heeft wel een punt, die had het goed toch? Ja. Jij wist mij aan. Ja, is dat het goede antwoord dan? Dat is dat het goede antwoord. Okay. Ik ben wel eens dronken geweest, maar volgens mij niet serieus gewond geraakt. Ik ben waanzinnig slecht in opstaan. Nou, 3, 2, 1. Hey. Ik haat gewoon opstaan. Ik vind het heel kut. Het is gewoon echt slecht. Want je bent ook gewoon heel vaak te laat bij meetings. En dan zit ik al. Dan ben ik al in Amsterdam. Dan is echt die van. Nou, ik zit nog net niet in de trein, man. Vroeger was hij altijd te laat. Ja, ja, dat is wel waar. Ik heb mijn leven gebeterd. En ik ben nu altijd op tijd. Ja. Ik niet. Maar goed, je kan me voorstellen als je met deze twee mensen in een band zit. Dat je dan op een gegeven moment denkt. Nee. Ja, precies. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Mensen geloven alles, hè? Wat ja, dat is waar. Zeggen. Dus ik zeg wij, het is niet waar. Oké. Okay. Of toch wel. Of nee, toch niet.
krijgen we weer zo'n penisvraag. Ik moet super vaak naar de wc. 3, 2, 1. Pindablaas. Pindablaas. Ja. Yeah. Ik drink ook gewoon heel veel water. Dus ik moet meer drinken. Robin drinkt te weinig. Wie wilde wat drinken? Wie is? Jij volgens mij. Ik. Ja, ah. Jij bent. Ik huil iedere avond omdat ik niet in Banner zit. Die is hey. Ja. Heb je die zelf niet alleen avond, ook ochtend en ook middag. Nee, we missen je hoor, Thomas. Of nog niet. Of nee, toch niet? Nou ja, weet je, ik ga pas weer huilen als ik jullie nieuwe single hoor. Deze. Ik ben het meest gelukkig. Oeh. Wauw. Serieus vraag. Dit is een diepert. 3, 2, 1... Naar wie wijs jij? Naar jou. Naar mij? Ja. Hoezo? Je bent helemaal niet gelukkig. Ik haat mijn leven. Nee, dat niet. Maar ik had niet ik zat tussen jullie te twijfelen. Ik denk dat Thomas, zeg maar... natuurlijk wel goed voor elkaar allemaal. Mooi huisje en zit bij RTL. Maar ik denk dat het soort van wel heel druk is. En dat je daardoor misschien er niet genoeg van kan genieten. Mm-hmm. Ik zei dus wel mezelf. Want ik vind dit is een vraag. Daar hoef je niet bescheiden over te zijn. Je moet altijd zelf gelukkig zijn. En dan pas kan je het geluk gaan uitdelen aan anderen. Ik moet zeggen dat ik best gelukkig ben. Gaat allemaal heel goed tegenwoordig. Toen we stopten met zomaar, moesten wij echt helemaal opnieuw beginnen. Ja. En jij had nog dingen lopen en daar kon je mee verder en zo. En dat gaat super goed. Dus dat heeft er bij mij in ieder geval, best wel ingehakt, zeg maar. Dat... Ja. En gelukkig gaat het super goed, dus thanks allemaal. Ik kan mezelf druk maken om dingen en stress. En maar je zegt niet van dat je zelf het gelukkigst bent? Niet het gelukkigst. Ik ben gelukkig, maar niet het gelukkigst, denk ik. Omdat ik te veel met shit in mijn hoofd bezig ben en zo. En mijn pa en weet ik het allemaal. Ja. Ja. Dus dat. Oké. Okay. Dat is even een stukje inhoud. Ja, stukje, dat was... Even slokkie hoor. Ja, even. Ik ben wel eens gaan parachute springen, maar toen toch niet gegaan. 3, 2, 1. Ja, wij, hè? Ja, wij. Ja. We waren in Texel. En toen dachten we op een gegeven moment, je kan niet parachute springen, laten we dat doen. Ja. Dus wij, we hadden al betaald. Ja. We hadden het pakje al aan. We stonden in dat weiland om te wachten op het vliegtuigje die op dat moment in de lucht was. En toen kwam er een wolk. En toen mochten we niet meer, want het vliegtuig vliegt niet met wolken. Ja. Maar serieus, waarom kan een vliegtuig niet vliegen met wolken? Ja, omdat ik weet niet, dat doen ze niet. Parachute springen met wolken is ook een beetje saai, want dan zit je alleen maar in de wolken te zien. Ik weet het niet. Maar, dat snap ik. Nice, maar heb ik een punt toch? Want... Je, ja, we hadden het allemaal goed in principe. Ja. Maar je mag niet op jezelf. Nee. Oh, okay. Ja, heb jij een punt. Yes. Ik heb meerdere auto's in de prak gereden. Nou, ik denk wel dat ik het slechts kan rijden van ons drieën. Maar ik heb geen auto in de prak gereden. Tot nu toe. 3, 2, 1. Ja, ja. Ja, ik denk dat ik het ben. Ja, één keertje met ons erbij. Toen zaten we in de auto en toen kwam er een vrachtwagen van de zijkant. Ja. Ja, jij reed in principe niet. Dat was mijn schuld niet. Maar vroeger heb ik gereced en toen heb ik heel veel auto's ja, dat gaat natuurlijk wel eens afgeschreven. Fout. Dat gaat nog wel eens fout. Of dan heb je even een botsingkill of een dingetje. En al met al zijn er best nog wel wat auto's. Dus kan ik voortaan beter gewoon rijden. Ik heb altijd hetzelfde thuispetje op. Nou, die is moeilijk. 3, 2, 1, hey! Ik ben gewoon heel lui. Maar ik moet ook al vet lang naar de kapper. En dan doe ik gewoon mijn pet op. Maar ik ben te lui om gewoon naar de kapper te gaan. Ja jongens, ik ga echt naar de kapper. Ik heb het beloofd. Nu. Ik heb een man getonkt voor geld. 3, 2, 1. Ik heb expres niet de video... Ik zag het voorstukje en dacht ik ga deze video niet opzoeken van je. Ik heb het gezien op tv. Tenminste, ja, dat stukje heb ik gezien. En het is... dat vond ik al naar, dat kleine stukje. Het is op 3, zo kut. 2, 1. Ja, het was voor het goede doel. Ik heb met mijn huisgenoot en vriend, een vriend. Hoe zeg je dat? Ik moet niet zeggen dat mijn vriend goede is. Vriend. Goede vriend. Thomas van Stuk TV getonkt. Voor Series Quest. Wie had die ingestuurd? Streetlab, toch? Streetlab, ja. Ja. Hoeveel kreeg je ervoor? Van Streetlab 100 euro. Maar uiteindelijk, met de hele reis, met alle opdrachten die we bij elkaar hebben, hebben we 186.000 euro. Ja, dus jij wil zeggen, voor 186.000 euro heb ik met de man gestuurd. Maar je hebt het eigenlijk gewoon voor een tientje gedaan. Ja, 100 euro. Of 100 was het. Nee, 200 euro. Er waren nog andere mensen die ook geld hadden ingelegd. Oké. Okay. Jullie hebben allemaal een baardje. Dat lijkt een beetje... Ja, daar had ik dus niet zoveel last van. Het viel me nog mee zelfs. Het was net gewoon alsof je Jasmine aan het tongen was eigenlijk. Ja, die heeft ook een beetje een baard. Ik heb met mijn hele arm in de kont van een koe gezeten.
Dit is wel een soort van bucketlist dingetje van mij, want ik ben gewoon vet. Meer omdat ik gewoon benieuwd ben hoe dat is. Ja, concentrate. Ja, het is heerlijk. Oh ja, hoppa! Oké, daar ligt hij. Het is warm en je voelt zeg maar zo die stront een beetje, dan kun je ze lekker doorheen met je handen. Doen ze om die baby eruit of te voelen? Ja, die zit niet in de kont. Oh nee, dat is om die waar ook. Dat is de laatste jongens. Oeh. Ja. Ik draai nu 3 rondjes, doe een trein na en zing Leef van André Hazes. Tjuke tjuke mee. Wat is het laat? Zit daar in Leef. Nou, laten wij nou stemmen dan. Punt. Wat is de uitslag? De uitslag is als volgt. Nou, we hebben een leuke uitslag. Dat is een leuke uitslag. Ja, we hebben zo niet zo goed opgelet, maar het staat hieronder. Dus, hebben we wel goed gedaan. Of nu weet jij wie van ons de ander het beste kent. En als je het eerste deel gemist hebt, kijk dan eventjes ook op het kanaal van Banner. Dan zie je Bart en Robin. En, er zit nog wat grappige vragen tussen. Nog wat andere vragen. Ook al weet je de stand al. Zou ik checken. Dus check die video's ook en abonneer dan ook op hun kanaal. En hieronder op mijn kanaal. Zou ik leuk vinden als je dat doet. Yes. We gaan meer video's maken samen in de toekomst. Dus blijf allemaal kijken naar al onze kanalen. En dan mogen jullie echt dag zeggen. Ciao. Ciao.